Hallo iedereen, welkom in deze video. Het is Pasen, dit zijn paasbloemen. En aangezien het Pasen is, wil ik jullie graag iets vertellen over de traditie van Pasen in België. Nu, ik ben afkomstig uit België, uit de provincie Antwerpen. En met Pasen was het altijd de traditie dat de kinderen chocolade paaseitjes gaan zoeken. Dus de ouders verstoppen de paaseieren bij goed weer in de tuin of bij slecht weer binnen. En dan 's morgens de kinderen staan op, ze worden wakker, ze staan op en ze gaan paaseitjes zoeken overal. En dan vinden zij die paaseitjes. En dat is heel leuk voor de kinderen. Er gaat de traditie niet, maar het is eigenlijk meer een verhaal, iets wat wordt verteld. Wat natuurlijk niet waar is, maar dat wordt verteld. Dus België is een christelijk katholiek land en Pasen is afkomstig van het christelijke geloof, alhoewel daar niet veel meer van te merken is, eigenlijk niks, want het is gewoon een feest met veel chocolade-eitjes in België. Maar het verhaal doet de ronde dat vanaf de zondag voor Pasen, geloof ik, de kerkklokken, dus een kerk heeft een toren en in de toren hangen klokken, de kerkklok, de klokken die luiden dan ook, zo van bim, bam, bim, bam. En dat die vanaf de zondag voor Pasen niet meer luiden. Dus je hoort geen kerkklokken meer. Want de kerkklokken zijn weggevlogen naar Italië, naar Rome. En daar gaan zij paaseitjes halen. En die klokken halen paaseitjes, al de paaseieren zitten in de klokken. En dan vliegen de klokken terug naar België. En dus met Pasen gooien de klokken de paaseitjes naar beneden in de tuinen waar de kinderen wonen. En daardoor komt het dus, wat men dus zegt tegen de kinderen, dat de klokken zijn geweest. De paasklokken. Dus, ik weet nog toen ik vroeger kind was, zijn de klokken al geweest? Mag ik eitjes gaan zoeken? Ja, de klokken zijn geweest. En daarna gaan de klokken terug in de toren van de kerk. En dus met Pasen, mensen gaan naar, of gingen oudere mensen soms nog wel, denk ik, naar de kerk. En dan gaan de klokken terug luiden, want ze zijn terug op hun plaats in de kerktoren. Dat is het verhaal wat verteld wordt ook aan de kinderen. Van de klokken van Rome wordt wel eens gezegd. De klokken van Rome, de paasklokken. En dat is het verhaal in België. In Nederland is dat een beetje anders, maar aangezien ik van België kom, aangezien mijn moedertaal Vlaams is, houd ik het alleen bij de Vlaamse cultuur wat dit betreft. Dus dat is het verhaal achter de paasklokken. En dat is iets wat men aan de kinderen vertelt met Pasen. Verder wordt er niets speciaals gedaan, we hebben geen speciaal eten, we doen niks speciaal. Het is een feestdag, de zondag is altijd Pasen, dat is paaszondag. En dan heb je de maandag, is paasmaandag, dat is een vrije dag, een feestdag. Kinderen op school hebben vrij af, 2 weken. Maar zoals bijvoorbeeld dit jaar hadden ze 2 weken geleden 2 weken vrij af. Dus hun paasvakantie was al gedaan 2 weken voordat Pasen nog moest komen. Ik weet niet waarom, maar dat valt soms midden in de vakantie, Pasen.
Soms valt het op het einde, soms in het begin, maar nu was Pasen nog lang daar niet en ze hadden al 2 weken vakantie, de kinderen. Dus dat is wel heel raar. Maar dus ja, 2 weken vakantie voor de scholen, paaseitjes zoeken, de paasklokken die de paaseitjes gaan halen in Rome en die komen dan terug en daarna gaan ze terug in de kerktoren. Dus dat is het, het verhaal achter Pasen in België. Wat vinden jullie van dit verhaal? Vinden jullie dat leuk? Wat is jullie traditie? Doen jullie iets in het land waar jullie wonen of waar jullie vandaan komen? Doen jullie iets voor kinderen? Is het meer een volwassenenfeest? Of is het echt een ander soort feest? Of vieren jullie een ander soort feest? Ja, hoe moet ik dat zeggen eigenlijk? Een ander soort feest? Gaan mensen naar de kerk, zoals sommige mensen nog wel doen? En doen ze geen feest voor de kinderen? Is daar niks met chocolade-eitjes? Of misschien hebben jullie in jouw land helemaal geen Pasen? Bestaat Pasen daar niet? Hebben jullie een heel andere cultuur, ander geloof? Laat me weten wat jullie van de traditie in België vinden. Dat zou ik ook heel leuk vinden natuurlijk. Zo, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Als mijn video jou helpt, geef mij een duimpje. Ja, dat zijn er 2. Dat mag ook. Maar je kunt er maar eentje geven. Dat weet ik. En abonneer voor meer. Tot ziens en vrolijk Pasen!